Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vetgezellig podcast. Zoals je hoort zit ik ergens anders. En ben ik alleen. Ik zit in de auto. Dat vond ik gewoon wel even een fijne plek om te zitten om dit allemaal uit te leggen. Er is een hoop gebeurd de afgelopen weken. Ik doe deze podcast alleen en dat komt omdat Guilaine op dit moment uh, gaat niet zo lekker. Er is een uh, dierbaar persoon in haar omgeving overleden. De details ga ik het niet over hebben, uit respect voor diegene die overleden is en uit respect voor Guilaine. Maar ik vond wel dat ik het even verschuldig was om daar iets over te zeggen. De afgelopen weken zijn heel zwaar geweest. En niet alleen vanwege de verhuizing, maar ook vanwege dit hele proces. En ik dacht, ik wil dit toch even toelichten. In eerste instantie wilde ik geen podcast opnemen, maar ik wilde toch even iets online plaatsen. Omdat... Um, ja, ik eigenlijk elke week gewoon een podcast wil opnemen. Maar van deze week is het gewoon voor Guilaine echt niet fijn. En ik weet niet of ze er ooit iets over wil... Ik weet niet of ze er ooit iets kwijt over wil. Ik weet niet of we er ooit er iets over gaan zeggen. Wie er overleden is en wat. En dat is allemaal aan Guilaine. Maar toch wilde ik jullie dit even meegeven. Dus even een andere soort podcast. Het regent echt pijpstelen buiten. Um, maar als je me niet ziet, dan weet je dat in ieder geval dat dat aan de hand is. Er zijn de afgelopen weken best wel wat dingetjes gebeurd. De laatste podcast die jullie hebben geluisterd. ging over TikTok. Veel uh, gesprekken. Uh, het heeft wat gesprekken doen opwaaien, zag ik uh, in de comments. Bedankt daarvoor. Ik vind het altijd leuk dat jullie meepraten met alles. Sowieso vind ik het echt bizar hoe die podcast ontvangen is. Hoe, uh, hoe jullie daar leuk op reageren. En dat er ook elke week weer een vaste club kijkers. en luisteraars er zijn. via Spotify en via YouTube. Sowieso de afgelopen jaar vind ik echt bizar. De afgelopen jaren. Uh, vind ik bizar. Vet gezellig steeds meer uit kunnen bouwen met de hulp van jullie, met de hulp van mensen om me heen. Het is dit jaar tien jaar dat ik dit doe. Echt tien jaar dat ik op YouTube zit met dit kanaal. In eerste instantie natuurlijk met Sas begonnen, uiteindelijk dit zelf gaan doen en de laatste jaren doet Guilaine gezellig mee. Uh, 9 juni staan we in het theater en dan gaan we uh, terugblikken op wat dingen... Uh, ik, heb daar, ik ben daar mee bezig, maar ik moet wel zeggen: door alles wat de afgelopen tijd gebeurd is, denk ik dat hetgene wat ik in mijn hoofd had zitten, niet helemaal zo gaat worden. En ik hoop dat de mensen die komen dat ook begrijpen. Alsnog wordt het heel tof. We hebben het al uitgewerkt. Ik weet al wat we gaan doen, maar ik moet nog wat dingetjes maken. En dat is toch net iets anders uitgepakt dan dat ik wilde, omdat we de afgelopen weken gewoon echt in een chaos hebben gezeten. Maar we gaan iets moois, zoiets moois mogelijk maken. En uh, ik vind het gewoon leuk om jullie te zien. Er komen 150 mensen. Wat ik echt insane vind dat die kaarten zo snel ook uitverkocht waren. En uh, de komende jaar als ik het leuk vind gaan we dit misschien wat vaker doen op andere plekken. Uh, maar dat hangt een beetje af van uh, juni. Ja ik moet daar nog wel wat dingen voor doen. Uh, en dat ga ik in uh, eind april, begin mei ga ik daarmee beginnen. Heel spannend, heel leuk, heel tof. En ik vind het echt super tof dat jullie komen. meen ik oprecht. En dat er zoveel mensen geïnteresseerd waren. Nou ja, zoals je ziet op de video's uh, op dit kanaal, gaan we verhuizen. De video's lopen iets achter, want ze hadden eigenlijk eerder online moeten komen. Maar vanwege het hele proces wat er gebeurd is en alles, uh, is het niet gelukt. Dus lopen we een klein beetje achter. Ik hoop dat jullie dat ook begrijpen. Komende maandag gaan jullie iets tof zien. Uh, alles is wel, was wel wat sneller gegaan dan wat we dachten eigenlijk. Dat zien jullie allemaal maandag. Ik uh, heb er zin in. Ik vind het een hele, een hele rare tijd. Omdat er lopen dingen gewoon zo erg door elkaar. Aan de ene kant zijn we super blij. Aan de andere kant zijn we ook super verdrietig. Ja, het kan naast elkaar ons bestaan. En het is oké. Okay, maar het maakt het, uh, wat, het, ja, het maakt het soms niet wat makkelijker. Um, in de vlog zal je ook wel zien. Omdat we al wat achterlopen. Dat Ghilene. Uh, misschien wat uh, vermoeid en zo eruit ziet. En dat heeft te maken met alles wat er de afgelopen weken gebeurd is. Dus ik wil jullie vragen om er geen vragen over te stellen. Nou, lees Gillen de reacties niet uh, uit zelfbescherming. Maar alsnog wil ik jullie vragen om gewoon respectvol te zijn en het te laten zoals het is. En als zij er iets over wil delen, uh, terzijde tijd, dan horen jullie het vanzelf. Um, we delen ons privéleven deels, maar er is ook natuurlijk een deel wat privé is. Uh, ik deel best veel, maar ik weet ook wat ik wel en niet wil en kan delen. Dat heb ik de afgelopen tien jaar best wel geleerd. We hebben afgelopen week uh, heb ik een drop gehad. Dat heb ik allemaal zelf op moeten lossen. Uh, waren echt veel pakketten, echt super toffe. We zijn naar de Swan Market geweest. Dat lukte wel. Uh, was ook een beetje afleiding gelukkig. Maar alles bij elkaar is het best wel druk geweest, waardoor deze week dus geen video komt en ik denk volgende week ook niet. Dus een, ik denk dat ik een maand geen video's ga uploaden, omdat ik heb er wel eentje liggen, maar het lukt me ook niet om daar aan toe te komen. Dus ik denk dat alleen dit kanaal eventjes, ja, dat dit kanaal eventjes zo is en dat vet gezellig eventjes kleine pauze heeft. Ik denk dat jullie het allemaal wel begrijpen, want vaak zeggen jullie van ja, uh, gewoon alleen doen als je er, er zin in hebt en uh, tijd voor hebt. Uiteindelijk is het natuurlijk ook mijn werk, dus ik moet sommige dingetjes ook wel echt doen. Uh, maar de afgelopen weken heb ik wel best wel doorgewerkt. En had ik ook gelukkig een samenwerking. Waardoor het ook wel wat uh, makkelijker is om soms even een upload te missen. Want ja, de kosten lopen door. Uh, en dat is soms wel lastig. Uh, want ik raak soms in de stress dat ik denk... Oh kut, ja, ik wil die webshop en ik wil dit en dat en zo. Ja, met YouTube AdSense kan ik niet alles betalen aan mijn bedrijf wat ik zou willen betalen. Dus uh, die drop heeft wel erg geholpen om eventjes wat rust... Te creëren. De drop was trouwens echt bizar hoe hard dat ging. Vooral de roze shirt. En daar zijn we nu ook mee bezig om daar een langer model van te maken. Dus die komt er misschien ook binnenkort aan. Vooral rond de zomer. Denk ik een heel leuk shirt om te hebben. Dus daar zijn we allemaal mee bezig. Um, ik heb gelukkig natuurlijk um, ook mensen die me helpen. Dus dat is ook wel heel fijn. Het is gewoon gek en vooral omdat de podcast nu ook niet met Gielen is, we hadden altijd natuurlijk dat we lekker konden praten. Ik hoop dat jullie dit nog eens nog leuk vinden om even naar te luisteren. Het is gewoon hoe het nu even gaat en ik wil wat dingetjes tegen jullie zeggen. De podcast gaat denk ik volgende week wel weer in zijn oude formatie verder. Al kan het zijn dat ik het dan misschien nog een keertje alleen doe als Gielen het even niet trekt. De komende weken. Zal dat gewoon even anders zijn. En ik wil ook haar niet pushen. Ik wil er gewoon lekker uh, de tijd gunnen. Waar het kan, doe ik het. En waar het kan, doet ze misschien mee. Er is nog één food video die ik al van tevoren heb opgenomen. Uh, die misschien volgende week online gaat. En uh, dan moet ik even kijken hoe we het doen. Want uh, uh, de, de verhuisserie gaat sowieso door. Want ik ben daarvoor aan het filmen, we moeten ook verhuizen. Er is een datum. Uh, dat is trouwens wel een kleine spoiler, maar er is een datum dat we weten dat we gaan verhuizen. Nou, dat zei je, dus aan het einde van de video, zag je dat trouwens ook wel een beetje. Maar goed, mocht je dat trouwens nog niet gezien hebben, uh, linkje staat in de beschrijving als je dit op Spotify luistert. Um, we gaan dus inderdaad verhuizen naar een, uh, een woning, een nieuwe woning in Den Haag, vlakbij waar we eigenlijk nu wonen. We wonen nu tegen Den Haag aan en daar gaan we echt in Den Haag wonen. We hebben er super veel zin in. Um, in die serie nemen we met alles mee. We vertellen ook hoeveel de huur is en alles. En we gaan de taak laten zien hoe het eruit ziet. En we hebben trouwens het gehuurd zonder dat we het hebben gezien. Dus dat is wel interessant. Afgelopen weekend zijn we dus naar de Swan Market geweest. Wat een beetje een rare dag was. Maar ook heel leuk, want heel veel van jullie zijn gekomen. Um, we hebben echt een hele hoge omzet gedraaid. in vergelijking met mensen die naast ons stonden, hoorde ik. Want het was eigenlijk best wel rustig, zei iedereen. Maar doordat jullie massaal langskwamen, wat echt heel bijzonder was. Um, was het echt een hele geslaagde dag? Ik moet zeggen, na drie uur waren we wel best wel moe. Want het was op een gegeven moment. Uh, kwamen er steeds heel de hele tijd achter elkaar mensen. Wat natuurlijk super leuk is. Maar um, omdat ik niet gewend ben om op een markt te staan. is dat ook ineens heel intens. als je dan uh, de een moet afrekenen. en de ander nog even een gesprekje wil houden. en dat soort dingen. Super lieve mensen. Ik heb een kaartje gekregen van iemand. Ik heb het kaartje wel, maar ik heb hem nu even niet bij me. Maar het ging over uh, dat angst je niet moet laten tegenhouden. om de dingen te doen die je wil doen. Zoveel complimenten gehad. En eigenlijk zo'n dag denk ik gelijk weer van... Oh ja, hoe tof is het eigenlijk wat ik kan doen. En dat we daar mensen mee kunnen helpen. En mensen misschien dichter bij elkaar kunnen brengen. En uh, ja, echt bezig zijn met wat we leuk vinden om te doen. En dat bijvoorbeeld producten die we maken... ook echt gedragen en gekocht worden. En mee gespeeld worden. Het is zo bizar om eigenlijk te beseffen... wat de afgelopen tien jaar... en vooral de afgelopen drie jaar gebeurd is in dat opzicht. Ik heb nooit... Durf te dromen dat het zo um, belangrijk onderdeel van mijn leven zou worden. En ik heb altijd uh, de droom gehad om een webshop te, te maken, om nieuwe producten te lanceren. En dat het verkocht zou worden. En ik heb vaak shirts uitgebracht en dat liep ook wel goed, maar ik durfde het nooit door te zetten. En nu, sinds dat we met overprikkeld bezig zijn en, en, en mentale gezondheid, uh, merk ik dat daar gewoon heel veel vraag naar is. Um, en kunnen we eindelijk ons ei kwijt wat we eigenlijk allebei wel een beetje wilden. Wat ik wel grappig vind is uh, dat uh, er vaak wordt gevraagd van, uh, ja, waar gaat het? Uh, is het nog voor een goed doel of iets uh, de opbrengst? En ergens begrijp ik het wel. Aan de andere kant denk ik van ja, uh, er wordt zoveel tijd en energie door ons ingestoken om die producten te maken. Het goede doel is dat we een podcast kunnen maken daardoor. Dat we projecten kunnen opzetten. Bijvoorbeeld een samenwerking met Jasmijn konden doen voor het Autismefonds. Um, allemaal dat soort dingen vind ik tof en dat wil ik eigenlijk nog meer uitbouwen. Maar uiteindelijk is het ook een deel van mijn werk. En moet ik er ook voor betaald worden en betaald krijgen. Want anders kan ik het ook überhaupt niet doen. Want de search bijvoorbeeld die wij doen, um, ik heb dat al vaker gezegd... ik zou daar meer marge op kunnen pakken als ik dat zou willen... Um, en dat zou misschien iets verstandiger zijn. Maar ik wil het ook nog wel ergens betaalbaar houden. Maar wel de beste kwaliteit. En alsnog, weet je, het is niet alsof ik helemaal niks verdien op een shirt, hoor. Want dat wil ik ook niet zeggen. Niet dat mensen dat denken. Maar het, het, uh, de kwaliteit die we leveren en de inkoopkosten zijn hoger. als dat je misschien zou denken. als je weet hoeveel marge een winkel kan pakken op kleding. Dan moet je niet te vergelijken met Primark trouwens. Maar ik heb het dan wel weer meer over het hogere segment. Ook waar wij op doelen. Want wij zijn geen Primark. Want we hebben sustainable kleding. Het wordt allemaal lokaal geproduceerd. Uh, eerlijke lonen. Dus ja, daar betaal je gewoon voor. En daarom zijn de, de prijzen. Uh, laat het zo zeggen: een shirt zou ik makkelijk 50 of 60 euro voor kunnen vragen. Voor de inkoop. Als ik het bereken. Uh, vanuit een normaal berekenmethode. Maar ik denk altijd: van ja, ik hoef. Ik, ik, het is leuk als ik er goed mee kan verdienen. Maar ik vind het ook heel leuk als mensen het kunnen betalen. En ik kan ook voorstellen dat er mensen zijn die denken: van ja, ik kan het nog steeds niet betalen. En dat begrijp ik ook. Uh, maar we proberen het echt zo kosteneffectief mogelijk te brengen aan jullie. En ik denk dat uh, 40 euro voor een shirt, wat gewoon mooie kwaliteit is, um, eigenlijk best een. Ja, iets moois is. En we hebben natuurlijk ook een, een verpakking die we meesturen. En het is, weet het is, het je wel, we doen het echt proberen zo mooi en tof mogelijk te maken voor jullie. Uh, dat, dat als je het binnenkrijgt, ook echt een, een cadeautje aan jezelf eigenlijk geeft. Voor de rest, ja, met mijn autorijangst, daar wil ik het ook nog even over hebben. Ik ben heel even gestopt met uh, rijlessen. En dat heeft niks met mijn angst te maken, maar vooral met de afgelopen tijd: verhuizing, uh, overlijden en al dat soort dingen. Um, ik, mijn hoofd stond er even gewoon niet naar gaat het wel weer oppakken. Ik kreeg veel berichten van mensen die zeiden van... oh ja, wat jij doet, dat zou ik eigenlijk ook wel willen doen. Uh, waar doe je het? Uh, onder die video's staat de rijschool gelinkt. Het is GoPro in Zoetermeer. Eddie is mijn rijinstructeur. Hij is ook de eigenaar van het bedrijf. Ik word hier niet voor betaald om te zeggen... maar er waren zoveel mensen ook op de Swanmarkt die zeiden van... ja, ik zou wel graag willen weten waar eigenlijk je uh, rijdt... want ik heb zelf ook last van rijangst. Nou, ik beveel Eddie ten zeerste aan... Hij helpt Glenn heel goed, hij helpt mij heel goed. Uh, ik betaal gewoon normaal voor mijn, rijinst uh, mijn rijlessen. Maar um, ja, als iemand iets goed doet, dan vind ik het altijd tof om iets ook te kunnen promoten. En dat andere mensen er ook iets aan hebben. Dus bij deze, echt oprecht, als je rijangst hebt, ga naar een rijinstructeur die daar een beetje gespecialiseerd in is... En probeer het aan te pakken. Ik vind het ook heel lastig. Ik rijd nu steeds makkelijker. Ik ben ook laatst weer in een tunnel geweest. Een klein tunneltje. En ik probeer me steeds mijn grenzen te verleggen. De dus snelweg ben ik op geweest met Eddy. Dat ging goed. Maar nog niet waar ik het zou willen. Dat ik het zelf zou durven proberen. Maar we, zi we zijn bezig. Over sponsoring en dit soort dingen gesproken. Nou, zoals je, je zag afgelopen maandag. Ik heb een sponsor. Had ik in de video. Lang geleden dat ik dat heb. Ik heb, moet ik heel eerlijk zeggen. Altijd een beetje het afgehouden. Um, omdat ik nou, een collega van mij zei het heel mooi, misschien iets te kritisch was, er naar uh, te principieel vooral ook. En ergens vind ik dat goed en probeer ik dat ook nog steeds vast te houden. Maar ik moet ook, ja, ik moet niet zo dom doen, want soms uh, sommige dingen is gewoon ook goed om wel te doen voor jezelf, omdat je daarmee andere dingen weer kan bekostigen. Uh, het is niet dat ik nooit promotie heb gemaakt, hè? want ik heb laatst ook uh, voor PostNL iets gedaan. Nou, nu met Nextstore heb ik een samenwerking afgelopen maand online gezet. En in de toekomst uh, heb ik nog wel, probeer ik nog meer sponsors te regelen. Maar ik doe het allemaal zelf, ik heb geen management of iets. Ik ben meer iemand die gewoon tof vindt om dingen te maken. En nou eenmaal heb ik gewoon geld nodig om dingen te kunnen maken, om een bedrijf voor te kunnen zetten. Want ja, maar ja huur en dat soort dingen en kleding inkopen en zo. Ja, kijk, met kleding is het zo, je hoopt dat je terugverdient, maar je weet het niet altijd natuurlijk. Um, we hadden 250 shirts ingekocht. Nu. Um, van verschillende uh, prints. Ja, dan praat je over een. Ja, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar met alles erbij. Dus ook dozen die we mee versturen en alles. Volgens mij was ik al bijna 6000 euro kwijt om dat in te kopen. Ja, je, ik gok dat het dan verkoopt. En ik hoop dat het dan verkoopt. Maar ja, je weet het nooit zeker. Uh, het heeft trouwens het goed gedaan. Hè? Dus ik, de kosten heb ik er bijna uit, volgens mij. En alles wat er nu bij komt, is winst. Ik denk dat, het, dat ik nu wel uit de kosten ben, trouwens, als ik Swanmarket meereken. Ja, denk het wel. Maar het is bouwen, bouwen, bouwen. En je hoopt op een gegeven moment dat het zich gaat uitbetalen. En het betaalt zich al uit, want ik kan er ook uh, deels van leven. Maar zoals je vorig jaar. Nee, ja, volgens mij vorig jaar heb ik een keer een berekening laten zien. Dan zie je dat ik. Ja, ik haal er niet heel veel geld uit. Als in uh, uh, veel gaat op naar nieuwe prins maken. Nieuw dit, nieuw dat. Het is nog steeds bouwen, bouwen, bouwen. En ik zat ook te denken: we hebben dat spel natuurlijk. En het spel is super tof. En we proberen het de winkels in te krijgen. Maar ook dat is echt lastig. Het is lastig om uh, bij een winkel binnen te komen. En als je in de bin winkel binnenkomt, dan verdien je er veel minder aan dan dat ik het bijvoorbeeld online verkoop. Um, nu zitten we er wel mee. Is dat de. Uh, het spel is bijna op. Althans, bijna. We hebben nog een paar honderd spellen volgens mij. In totaal hebben we er nu bijna 3000 volgens mij verkocht. Maar het kan best zijn dat ik dus niet meer een nieuwe druk laat doen. Of dat we iets nieuws gaan maken. Want de, het, het drukken van het spel is vrij prijzig. Omdat ik er gelijk 1000 inkoop. Ja, en dan moet je toch bedenken dat je bijna 6.000 euro betaalt, en dat kan ik niet altijd maar zomaar ophoesten. Trouwens, die zes, die komt wel vaak voor, want ik zei net ook al over de. Ik zeg het trouwens allemaal niet om te flexen of iets, maar meer omdat ik het gewoon interessant vind om dit te delen en omdat er misschien ook mensen zijn die denken van, oh, ik zou eigenlijk ook wel iets willen beginnen of zo, om daar gewoon open en eerlijk over te zijn. Ik vind dat dit soort informatie gewoon met elkaar gedeeld kan worden. Mensen zijn hier altijd heel erg geheimzinnig over, maar ik vind dat altijd een beetje dom, omdat ik denk, ja. Maar we zijn er geheimzinnig over doen. Dit is toch gewoon hoe het leven is. En je ziet zelf ook wel dat ik niet uh, een grote villa heb en zo. Dus uh, je kan wel uh, bedenken dat dit gewoon allemaal echt dingen zijn die ik leuk vind om te doen. En ik hoop natuurlijk dat het groeit. Wat heel tof is, waar we mee bezig zijn. Uh, al maanden mee bezig zijn trouwens. En waarschijnlijk over twee maanden ook officieel is. Is dat officieel ook overprikkeld ons merk is. Vandaag heb ik toevallig trouwens te horen gekregen, ik praat heel veel ik hoop dat jullie het leuk vinden trouwens, maar ik praat heel veel, um, ik, vandaag heb ik te horen gekregen dat Vetgezellig officieel mijn merk is, dus niemand kan de komende 10 jaar Vet Gezellig gebruiken voor uh, dezelfde dingen die ik doe, en ook chocolade candy, want dat ik ben nog aan het twijfelen om een eigen product te lanceren, en ik weet sowieso als ik iets ga lanceren dat het iets waarschijnlijk met chocola is, dus dat kan dan ook niet meer dus zo'n vet gezellig rep of weet ik van wat wie weet het zijn allemaal ideeën die in mijn hoofd zitten hè? dus of het allemaal gaat komen weet ik niet maar ik heb in ieder geval bij de Europese merk waar je dit aanvraagt. maar in Europa voor de Benelux heb ik vet gezellig helemaal geregistreerd staan het is van mij niemand kan het meer gebruiken en dadelijk met overprikkeld is het ook zo dat als dat doorgaat wat ik denk wel gaat gebeuren nou ik weet eigenlijk wel zeker dat het gaat gebeuren dan is Overprikkeld ook echt officieel, mijn merk. Kan een HM niet ineens zeggen van we gaan overprikkeld shirts maken, want dan moeten ze mijn geld gaan betalen. En dat vind ik wel fijn, want ik ben zoveel tijd en energie daarin in te investeren, dat het wel heel erg lullig zou zijn als iemand anders ermee vandoor gaat. Dus dat hebben we proberen nu vast te leggen. En dat is nu uh, officieel ingediend. Dus over binnen twee maanden hoor ik of het allemaal door is gegaan. Ik ga ervan uit dat het gewoon doorgaat. En dan, uh, ja. Dan, dan, dan hoef ik me daar in ieder geval niet meer druk over te maken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt al had verwacht dat de afgelopen twee jaar misschien wel een ander groot bedrijf of zo had gezegd: van oh, we gaan over prikkelshirts maken. Tot nu toe is het gelukkig nog niet gebeurd. Ik hoop ook niet dat dat nu gaat gebeuren. <laughs> um, nou, dat dus. Ik had nog iets wat ik, waar ik op terug wilde komen, maar ik denk dat ik al best wel veel informatie heb gegeven. Ik heb geen snack van de week. Als laatste wil ik gewoon even aan jullie zeggen: van jongens. Uh, de komende weken gaan een beetje raar zijn. Het zal niet elke week een upload zijn. De podcast ga ik wel gewoon door laten gaan. Uh, vet gezellig. Gaat heel eventjes op een kleine pauze. En ik hoop dat jullie gewoon genieten van de video's. Um, en ik hoop jullie maandag weer terug te zien bij een nieuwe vlog, waarin we, ja, ik ga het gewoon zeggen, het huis al hebben gezien en we gaan het aan jullie ook laten zien. Een empty room tour of empty home tour. Bedankt voor het luisteren en. Uh, tot volgende week. Maandag. Tot dan. Bye.